Theo, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Waar zijn we hier? Ja, bij het prachtige kunstkwartier. Het kunstkwartier, ja. En dat is? Ja, dat is een centrum voor onder andere kunsteducatie. En wij doen allerlei mooie dingen met dans, muziek, theater, musical, beeldende kunst, yoga, pilates. En ben ik er nou nog iets vergeten? Volgens mij niet, hè? Ja, we doen zoveel. En dat doen wij, de cursussen geven van 8 tot 88, maar eigenlijk is dat nog jonger. Dus wij beginnen al bij hele jonge kinderen. Dat doen wij ook in het onderwijs. Wij verzorgen heel veel activiteiten met en voor het onderwijs. En wij doen het ook in het maatschappelijk domein, zoals we dat zo mooi noemen. Mm-hmm. In wijken, we doen dat ook in verzorgingshuizen. Allemaal mensen in aanraking laten komen met kunst en cultuur. En dat gebeurt allemaal in dit gebouw? Nee, dat gebeurt niet allemaal in dit gebouw. Wij zitten vooral ook heel veel op locaties. Dus we zitten in schoolgebouwen, mm-hmm. maar we doen dat ook bij zorginstellingen. Ja. En ook op locatie in wijken, dus gewoon ook buiten. Ja. Maar hier valt wel het een en ander te beleven. Ja, er is hier heel wat te zien. En wij zeggen ook eigenlijk, ja, kunstkwartier, natuurlijk, wij staan voor het verzorgen van allerlei creatieve activiteiten. Mm-hmm. En uiteindelijk leidt dat eigenlijk voor iedereen tot een stuk persoonlijke ontwikkeling. En dat betekent niet dat iedereen naar de kunstacademie hoeft of naar het conservatorium. Maar iedereen die hiermee in aanraking komt, die heeft daar altijd wat aan. Dus iedereen wordt daar echt in alle opzichten heel veel wijzer van. Dus we zeggen, ja, compleet. Je kunt hier namelijk alles op het gebied van kunst en cultuur kun je hier vinden. Creatief, nou, dat spreekt denk ik voor zich, maar dat zullen jullie straks allemaal wel zien. Mm-hmm. En persoonlijk, wij proberen echt voor iedereen persoonlijk daar ook echt de beleving van te maken. Dat iedereen zich persoonlijk hier ook welkom. Je hebt me nou wel heel nieuwsgierig gemaakt. Ja, dat was ook de bedoeling. Ja. Dus kunnen we naar binnen? Ja, dat kan zeker. Ik kan met je mee. Dan, ja, nou, niet met mij, maar met mijn collega Marley. Ja. Die kan dat nog veel mooier en veel beter vertellen wat wij hier allemaal doen. Dus dat wou ik niet zelf doen. Ja. Nou, Marley, dan ga ik graag met jou mee. Ja, volg mij maar. Gaan we doen. We zijn hier bij de dansstudio's aangekomen. Hier worden danslessen gegeven. Mm-hmm. We hebben twee zalen. Dit is de een van de twee. En zoals je ziet zijn hier de balletlessen aan de gang. Dus we geven heel veel verschillende stijlen. Ballet, jazz, commercial jazz. We hebben modern. We hebben veel verschillende docenten die ook allemaal hun eigen kracht hebben waar ze in lesgeven. Mm-hmm. Zodat als er een leerling binnenkomt en die volgt hier een proefles om kennis te maken. En dan kunnen we ook naar het kind kijken. Waar hoor jij nou het beste thuis? En welke docent zou nou het beste bij jou passen? En dan gaan we dus bij iedereen proberen we ook individueel te kijken. Dus vandaar het persoonlijke aandacht ook. Proberen we te kijken waar je thuis hoort. En zoals je ziet is de docent helaas geblesseerd. Ja. Ja, dat is echt heel onhandig als je dansles geeft. Maar ja, superleuk om te doen. We hebben ook aan het eind van elk jaar, in juni, juli, hebben we zo ongeveer de voorstellingen. Mm-hmm. En dan dansen ze eigenlijk een hele grote voorstelling mee. En we proberen altijd zo'n compleet mogelijk plaatje te laten zien. En daar zijn ze nu dus heel ijverig voor aan het oefenen. Ja, toevallig is dit het stuk voor de musical. Dus zij zijn het dansensemble in de musical die ook een musical gaat spelen. En zij zijn de plumeaux die al het hele kasteel gaan opruimen. Dus zij zorgen hier dat ze laten beeldend, dansend laten zien hoe het kasteel eigenlijk wordt opgeruimd. Nou, dan hebben we daar in de hoek, we zijn net bij de danszalen geweest, en hebben we daar in de hoek hebben we nog de bandzaal. En daar proberen we alle bandinstrumenten te plaatsen. Dus een piano, een basgitaar, een drums, een gitaar. Dus alle versterkers staan daar ook. Mm-hmm. En daar bieden we het project Ready to Rock aan. En dat is eigenlijk voor iedereen die misschien nog nooit een instrument heeft aangeraakt. En dan gewoon gelijk instroomt in een band. Niet repeteren, maar gewoon... Juist. Dus we proberen met dit project, proberen we van... eigenlijk van nul iets te maken. Dus iedereen mag ze gewoon inschrijven. Want meestal is het, ja, voor een band, dan moet je wel echt zo'n niveau hebben. Moet je dit al kunnen en dat. En we proberen het nu eigenlijk andersom aan te pakken. Stroom gewoon in. Begin. Pak een instrument. En we gaan hier gewoon iets van maken. En dan ga je naar je individuele les toe, boven. En dan kun je daar repeteren. En dan kun je het hier weer toepassen.
Ik hoor hier allemaal muziek, zo heel in de verte. Viool, trombone, wat hoor ik toch allemaal? Ja, dit zijn verschillende lokalen. Het zijn eigenlijk allemaal kleine studiootjes, mm-hmm. waar allemaal lesgegeven kan worden met muziekinstrumenten. Dus ja. deze afdeling is eigenlijk helemaal voor de muziek. Mm-hmm. En we bieden echt van alles aan. Dus we hebben trombone, we hebben viool, we hebben toetsen. Dus je hebt piano, je hebt slagwerk, dat is beneden. Dus heb je drumles, je hebt basgitaarles. Daar hebben we beneden een studio voor. Dus je kunt eigenlijk hier alles doen. Van blaasinstrument, koperinstrument, houtblazers. En elke docent die haalt dan een sleutel. En dan kun je naar binnen en dan kun je je les volgen. En die les is 1-op-1 of ook vaak in groepsverband? Dat is een keuze. Dus vaak 1-op-1 leer je het meeste. Mm-hmm. Omdat je dan individuele aandacht krijgt. Maar er zijn ook duolessen. En als je in een band wil spelen, hebben we beneden een bandhok waar je kunt spelen. En er worden ook ensembles gemaakt. Dus je hebt een ensemble, bijvoorbeeld het vioolensemble wat je hier hoort. Die mm-hmm. heeft vanavond, komt de hele groep bij elkaar. En die hebben dan een ensemble waarbij ze ook repeteren. Dus dan kun je in groepsverband. Dus echt het samenspel ook oefenen. Ja. Ja, en dat is dan een hele grote verrijking op de individuele les. Omdat je in de individuele les kun je echt op je toon en je techniek oefenen. Mm-hmm. En daarnaast moet je in de gezamenlijke les moet je leren luisteren. En wat hoor je dan allemaal niet om je heen? En hoor je je eigen instrument dan nog? En kun je dat dan nog samen bolwerken? Dat je het tegelijk krijgt. Nou, dan speelt iemand anders ook nog een andere partij. Dus ja. dan gaat hij ook nog iets anders erdoorheen. Dat is met zang natuurlijk ook, als je een popcore meerstemmig gaat zingen. Ja, kun je dan nog je eigen lijn houden? Gaat dat nog lukken? Dus, en dat leer je hier. En we spelen gewoon in op niveau van wat iemand heeft. En je hebt ook verschillende niveaus in het ensemble. Dus, en daar groei je dan in mee. En kun je ook optrekken aan iemand die naast je zit en wellicht wel beter is en dat je daarin meegroeit. En dan zorgen we dat we ook een aantal concerten hebben door het jaar heen. Waarbij ze ook echt op podium kunnen staan en ook echt kunnen spelen voor publiek. Want dat is natuurlijk weer next level. Dat je nog een keer ook nog met publiek erbij je zenuwen in bedwang kunt houden. En ook nog een keer kunt spelen. En als je dan echt durft, dan is het ook nog wat leuk als je eigen nummer aan kunt kondigen. Dus stel je voor, je bent zangeres en je gaat een stuk zingen dat je zegt, nou, goh, ik ben die. Dames en heren. Ja, welkom allemaal. Ik ga dit stuk zingen en voor mij betekent dit dit. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Dat is natuurlijk nog een stapje extra, maar dat hopen we allemaal te bereiken door de jaren heen. En dat leer je dus allemaal. Het is het totale pakketje. Het is het totale pakketje. Zeg maar vanaf het pieporkest tot aan het harmonieorkest. Ja, ja. Hier bij onderwijs aan. Dat ziet er vrolijk uit, zeg. Heel fleurig, bloemetjes. Ja, dit is eigenlijk, hier gaan ze projecten maken die we in het onderwijs aanbieden. Dus zij gaan naar scholen toe, mm-hmm. waarbij ze ook met scholen in gesprek gaan hoe ze kunst en cultuur in hun vakken kunnen implementeren. Ja. Dus ze kunnen voor een bepaalde discipline kiezen. Dus ze kunnen zich richten op muziek of juist voor beeldend of juist voor dans. Dus daar hebben ze een keuze in en samen gaan ze dan kijken hoe ze dat kunnen vormgeven. Maar wij bieden ook projecten aan. Dus we mm-hmm. hebben bijvoorbeeld Tante Tulp hebben we hier, zoals je veel ziet. We hebben hier ook de blazersklas. Dus je hebt hier een aantal instrumenten hier liggen. En we hebben dit boekje bijvoorbeeld. En het boekje is een verhaaltje. Paaltje en het Paarse Krijtje. Ja, en daar maken we dan bijvoorbeeld workshops over. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld dans. Dus dans heeft bijvoorbeeld een workshop ontwikkeld over Paul en Paas Krijtje. En dan wordt dat boekje voorgelezen. En dan krijgen ze na een workshop of ze krijgen een blazersklas waarbij ze de instrumenten krijgen uitgelegd. Of de boemwekkers worden gebruikt. De cultuurloper, daar werken we mee. Dus hoe noem je die dingen? Boemwekkers? Boemwekkers, ja. Dat zijn deze gekleurde staven. Ja. En die hebben allemaal een andere grootte, waardoor ze ook een ander geluid klank hebben. Dus qua piano heb je eigenlijk voor elke toets een kleur. En je slaat me op elkaar of op de grond? Nee, je slaat er eigenlijk mee op jezelf? Ja. Of dan, op je buurman. Ja, daar moet je dus goede afspraken over maken. Snap ik. Maar zo kun je ook een muziekstuk maken. En dan kun je eigenlijk in plaats van dat je een akkoord speelt bij een piano, heb je 3 toetsen.
in kinderhanden. En wat een opmerkelijk gekleurde instrumenten, die trombone, lijkt me haast plastic, of niet? Ja, het is van plastic, ja. Dat is een ontwikkeling van de laatste tijd. Dus er zijn voor het plastic instrumenten die je mee kunt nemen, waardoor het ook wat gebruiksvriendelijker wordt dan de koper instrumenten. En dan kan er gewoon op gespeeld worden, het mondstuk kan eraf. Er zit gewoon echt een normaal trompetgeluid in. Ja, ik kan zelf geen trompet spelen, dus ik kan het niet laten horen. Ook geen trombone. Maar ja, daar komt gewoon echt goed geluid uit. En daardoor kun je toch wel op de basisschool ook laten proeven welke instrumenten we hebben. En vind je het leuk? Nou, dan kun je natuurlijk doorstromen in heel wat we beneden hebben verteld bij muziek. Maar zo komen ze toch in aanraking met alle verschillende culturele opties die je hebt. En daar kom je niet zo gauw deuken in natuurlijk. Nee, minder snel. Ja. We zijn hier bij de kantoorafdeling gekomen en hier organiseren we eigenlijk alles. En dit kantoor zit maatschappelijk domein. Ja. En maatschappelijk domein is eigenlijk, proberen projecten te organiseren voor ouderen en voor bijvoorbeeld gehandicapten. Of we gaan de wijk in waar we terechtkomen, waar mensen misschien niet zo snel aanraking mee in kunst komen. Mm-hmm. Dus daar gaan we eigenlijk naartoe. En we hebben verschillende projecten. We hebben bijvoorbeeld 100 stukjes. Er zijn een heleboel in vuilnisbelten. Er zijn allemaal oude dingen van vroeger zijn opgegraven. En daar zijn allemaal verhalen over opgehaald met ouderen. En dat is eigenlijk een project op zich geworden, omdat er zoveel verhalen kwamen. En daar hebben we een tentoonstelling van gehad. En iedereen is daar kunnen komen kijken. We hebben ook een dansvoorstelling Trapt en dat gaat over huiselijk geweld. En die hebben we gespeeld in het speelhuis, gedanst. En daarbij willen we aandacht vragen voor dit onderwerp. Jullie hebben een hele hoop mooie lokalen en zo, maar dit lijkt me wel het kloppende hart. Ja, dit is de administratie wat hier gebeurt. En hier komen al aanmeldingen binnen van cursisten en worden verwerkt. En ja, zonder kun je natuurlijk niet, want dan weet je ook niet wie je moet uitnodigen. En hier zit ook bijvoorbeeld degene die de PR doet. Mm-hmm. Dus als we een concert hebben of een nieuwe cursus aanbod, dan moet er natuurlijk wel gepromoot worden, want anders weet niemand het. En dat wordt hier allemaal gemaakt. Dus in combinatie met in overleggen met verschillende mensen die op de andere vloer, in andere vloeren zitten. Dus degene die het cursusaanbod wil maken. Dus stel je voor, je wil een danscursus erbij. Je zegt, nou ja, we hebben jazz voor de volwassenen, maar we hebben nog geen jazz voor kinderen. Dus we willen jazz voor kinderen erbij. Wordt natuurlijk eerst goedgekeurd dat we dat erin kunnen zetten. Mm-hmm. Dus dat moet administratief kloppen. Dan gaan we kijken, hoe gaan we dat dan promoten? Dat wordt dan samen met diegene gedaan van, ja, dit beeld wil ik uitdragen. Oké, dan gaan we dat. Dus er wordt een heel gesprek over gevoerd. En dan wordt dat eigenlijk naar buiten gebracht. En ja, zorgen we dat het plaatje klopt en dat de mensen ons kunnen vinden. We zijn aanbeland bij project Rembrandt. Ja, dit zijn de beeldende lokalen. We hebben in totaal 3 lokalen. Ja. Hier wordt voornamelijk schilderen gedaan. En je ziet alle schildersezels en ze zijn bezig. En dan mag je ook gewoon lekker op de tafels geschilderd worden, zoals je ziet. Want als je met beeld en kunst bezig bent, dan moet je experimenteren. En dan moet je eerst gaan uitproberen wat je wilt, voordat je überhaupt tot iets komt. En soms is het met uitproberen komen de mooiste dingen naar voren. En hierboven hebben we nog 2 lokalen en dat zijn ook beeldlokalen, maar daar wordt meer keramiek gedaan en beeldhouwen. Dus daar heb je verschillende lokalen voor nodig, omdat je natuurlijk ook heel verschillend materiaal voor hebt. Ja. En bij beeldhouwen komt natuurlijk ook heel veel stof vrij, wat je natuurlijk weer niet kunt gebruiken bij schilderen. Ja. Dus daar moeten we dan weer rekening mee houden. En hier komen ook echt alle doelgroepen langs. Dus van volwassenen die hier in de ochtend gezellig komen schilderen, tot de jongeren 's middags. En de kinderen. Ho, die, ha, ho, die, ha, ho, ho, ho.
Wat zijn ze hier nou weer aan het doen? Nou, dit is het theaterlokaal en dit is theaterles. En je ziet hier een aantal jongeren staan. En die doen een opwarmspel. En ze zijn hier ho aan het spelen. En zoals je ziet hebben we hier een heel groot lokaal. Met daar zie je trappetjes waar ze op kunnen zitten. En hier worden alle scènes bedacht, improvisatieopdrachten. Hier worden ook de theatervoorstellingen gemaakt. Dit is bijvoorbeeld decor wat ervoor gebruikt wordt. Dit zijn van die grote trappen, waardoor we achter op decor heel grote trappen kunnen maken. Mm-hmm. We hebben hier heel veel kratjes die we heel vaak gebruiken, zodat mensen op en af kunnen lopen. En we proberen eigenlijk een mix te maken met de theatervoorstelling, dat we zelf een script aanleveren en dat ze die uit hun hoofd leren en daar scènes mee maken. Maar we proberen ook heel vaak hun eigen input erin te verwerken. Dus 2 jaar geleden is bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt waarbij de leerlingen helemaal zelf hebben bedacht wat het ging worden, waar het over ging, hoe dan. En de docent die probeert dat te sturen en te zeggen, oké, nou, jullie willen dit, dat is het concept. Oké, hoe zou dat dan eruit zien? Wat moet er dan gebeuren? Zou het publiek het nou snappen als jullie dit zien? Is het ook leuk om na te kijken? Staan jullie dichtbij of ver weg? Dus middels vragen, middels sturing wordt dan eigenlijk zo'n hele voorstelling in elkaar gezet. En kunnen zij gewoon hun eigen ei kwijt daarin. Dus dat is echt mooi om te zien. Ja, zeker.